Doe je. Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpijnzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots. Luisteraars, goedemiddag. Het is 1 uur. Het is Lim FM op 91.7. Het is Connecting the Dots. We zijn ook te beluisteren op limfmsu.com. Het is 9 juni 2024. We gaan vandaag. Weer een beetje in op bepaalde zaken. Um, ja, eerst een aanloopstukje. Die opa's zijn er vandaag niet, want het anders zou te lang duren. Dus um, we hebben wat punten die we even vooraf aanhalen, maar we gaan er niet verder dieper op in. Er is de afgelopen week veel te doen geweest om de kwestie rond het. Uh, ...uit het bestand halen, van de payroll halen, van een aantal ambtenaren. Er zijn mensen over de radio geweest, die wel, hun gal hebben gespuugd. En er is dus vanuit de overheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken, zijn er reacties geweest. Er is een registratie geweest bij een politieke partij. En ja, het is uh, een beetje doeg, doeg geweest op dat punt... Maar ik moet eerlijk zeggen hoor. Ja, ik ben gepensioneerd, ambtenaar. Ik weet hoe het toe gaat binnen het ambtelijke. Het is geen. Uh, je drukt op een knop en alles komt eruit. No, boy. Er zijn zoveel soefies, schakels, zoveel stukken blijven liggen. Zoveel zaken worden niet afgehandeld. Zoveel laden spullen uit van. boy, je weet het maar niet. Um, toch moet ik zeggen dat uh, de minister van Binnenlandse Zaken, de huidige minister van Binnenlandse Zaken, uh, tot nu toe, ik, ik, ik zag het al aankomen, net wat ik u zeg. Hè, je ziet bepaalde moves, dan denk ik van die ze gaat doorzetten. Toen met die registratie, ik heb ook aan een aantal iets jongere mensen van me gezegd van ik registreer dit is een ambtelijke toestand, die ja, ook een beetje met politiek, maar het is een ambtelijke zaak. voldoed eraan. Anders kom je in een systeem, of je komt eruit, of je komt ertussenin, je valt tussen schip en kade. Nou, toen zijn ze zich gaan registreren. Het wel een halve een dag gekost, en een beetje, maar het ging vlot. Nou, die hebben geen problemen. Anderen vonden dat ze niet hoefden te gaan registreren. Of man, het wordt toch maar een chaos, wat moet ik daar gaan doen? Anderen hebben online geregistreerd, denkende: van, hoef ik niet persoonlijk daar te gaan? Mijn ervaring is: als je er persoonlijk bij bent en je hebt je stukken en je hebt uh, bevestiging of strookje gehad dat je hebt aangemeld, maak van alles een kopie. En bewaar dat goed met dag en datum. Waar je bent geweest en hoe laat en alles. Want du m'n mawasap sa. Je moest ma bewijsassistentak. Kijk nou, ik heb me aangemeld op die en die dag. Hier is mijn uh, kopietje of origineeltje, weet ik veel. Om dan de zaak recht te trekken is een probleem. Want van die kant worden er ook fouten gemaakt. Ah, absoluut. En dat heeft de minister eerlijk toegegeven. Ik moet zeggen van. Uh, uh, hij heeft het tot nu toe in mijn ogen goed gedaan, goed gedaan, gedaan, zoals met de middelen die hij ter beschikking heeft. Heeft hij doorgezet? Want hoe vaak al heeft men niet gezegd: van we moeten dat bestand dit, en we moeten uh, spookambtenaren dat, en we moeten uh, uh, mensen die niet aan het werk verschenen, zus en zo. Uh, maar niemand doet wat. En nu begrijpt u waarom niemand tot nu toe, ik bedoel met niemand, ambtelijke uh, toppers uh, in de regering dan, uh, waarom ze dat tot nu toe niet hebben gedaan. Want god is, aan dan was het If you make one mistake, dan is het systeem donder in elkaar. U hebt zelf gezien hoe dat in Nederland bijvoorbeeld is toegegaan met die uh, beruchte toeslagenaffaire. Waar mensen uit het uh, systeem zijn gelegd, gewoon omdat ze een, 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 een niet-Hollandse naam hadden. Ja? Omdat men die mensen ervan verdacht dat ze misbruik maakten van die toelages, ja? van de sociale dienst. Nou, een aantal heeft het gedaan, maar een aantal heeft het niet gedaan. Heeft men, iedereen dus, nou iedereen, een groot aantal mensen onterecht uit het bestand. Dat tot de dag van vandaag zit men met dat ding. Men kan het systeem niet. Resetten. Het is nog erger dan hier. Er is een miljoenen systeem daar aan data. Dus, dus je kan het. Het is een boy. Je is dat Dus ik moet die minister toch wel complimenteren dat hij tot nu toe, ondanks de, 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 de ja, problemen die er zijn gerezen, dat van je verwachten, toch wel binnen de perken is gebleven. Een aantal mensen heeft dus inderdaad op tijd terug kunnen vorderen, of dat ze hun salaris krijgen. Ik kan mensen niet voor de rest van de maand tot de volgende maand. Ah, 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 dat moet je als overheid ook niet doen. Vooral als het vrouwspersonen zijn, alleenstaanden, die hun kinderen moeten verzorgen enzovoorts enzovoorts. Dat kan je niet maken. En dat is tot redelijke proporties teruggebracht. Ik heb hem gevolgd op de radio. Onlangs, afgelopen week. En uh, aan de andere kant was er een, een politicus die eens ook in het ambtelijke minister was. Hè? En ik ging een beetje heftig keer Ach, ach, ach. Men moet niet, omdat men politiek wil scoren, hoeveel was dat niet voor Djamin Nee, het gaat om ons allen. Het gaat om de mensen die een beetje in problemen zijn. En dan gaan we niet uh, heftig tekeer. En ik vond de minister heel bezadigd en rustig. Uh, nou, compliment voor hem tot nu toe. Het kon absoluut beter. Maar het kon ook absoluut beroerder zijn afgelopen. Hè? In ieder geval, um, we hopen dat dat uh, toch wel verder de komende week uh, beter wordt geordend. Verder hebben we ook een hele jügu-jügu nog steeds, of, ja, ten aanzien van het onafhankelijk kiesbureau. De afkorting OKB is plotseling overal te horen geweest de afgelopen week. Deskundigen rolden over elkaar heen, juristen vooral. Artikel 2, sub-zoveel, zegt zo, maar de decreet, artikel 3, zegt dit, maar in. Artikel 6 staat dat. Maar het decreet is dan weer herzien. Bij wijze van... Nee, je wordt er ook niet wijs uit. Het is een gevriemel van hier tot ginder. En het punt is... Mag het OKB uh, gewijzigde statuten beoordelen? Ja of nee? Niemand kan een duidelijk antwoord geven. En het feit is weer eens gebleken... Dat onze wetgeving... Omdat men allerlei belangen... Van uh, politieke aard, vaak, maar mm, wil beschermen. zijn wetten vaak heel vaag en onduidelijk. Je kan er allerlei interpretaties aan verbinden, want allerlei belangen moesten worden veiliggesteld. Een wet moet duidelijk, recht toerecht aan zijn. Belangen of niet, een wet moet niet voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. En in dit geval. Ik, ik, ik kan me niet verder bemoeien met wie nou gelijk heeft of wie nou geen gelijk heeft. Of welke OKB-voorzitter is beter dan de huidige en de vorige en de daarvoorige. Leuk en aardig om te weten, maar dat legt geen zoeden aan de dijk. We moeten zorgen dat de wetgeving transparant niet alleen, maar ook eenduidig te interpreteren is. En dit is het zoveelste bewijs. Waarbij juristen over elkaar heen rollen. Die ene haalt die soort wetten aan. en artikel die, sub zoveel. gewijzigde tekst van 19 zoveel. ja, opnieuw ingediend van zo. Dat Het is allemaal gefriemel dat me geen enkel. Uh, soelaas biedt. We willen oplossing van problemen. en we willen geen uh, oeverloos gediscussieerd. tussen juristen en wetten die niet duidelijk zijn. En ja, en, en, uh, uh, yeah. uh, ik weet het niet hoor. Uh, uh, het, is, het, is, het is niet... En als je kijkt naar uh, onze kieswet. Ook zo'n gevriemel met artikel zo en we gaan dat wijzigen. En dit, allemaal belangen die men veilig stelt. Daar gaat het natuurlijk ook een beetje om. Maar het grootste belang van de wetgeving is... Dat de bevolking, het land, de samenleving, de gemeenschap, u mag het noemen hoe u wilt, dat die door de wetgeving zich beschermd voert. En daarom gelooft men steeds minder en minder in de rechtspraak, omdat ook de rechters geconfronteerd worden met rechtspraak, met wetten die voor allerlei interpretaties vatbaar zijn. En dan komt die ene slimme jurist met. Zijn of haar interpretatie, en dan komt die andere van het openbaar ministerie met zijn of haar interpretatie, en die, die rechter moet maar zien hoe hij daar uitspraak in doet. Nee, we hebben onszelf, we praten over allerlei, waardoor we maar blijven steken in onze ontwikkeling, maar ik heb het al lang ontdekt de grootste rem op onze ontwikkeling is niet het gebrek aan geld ach nee kom maar we hebben 3,5 miljard opgemaakt weggemaakt, ingemaakt bijgemaakt, overgemaakt ondergemaakt en we zijn nog armer eruit gekomen het grootste, het grootste probleem is onze wetgeving die vaak niet is aangepast ja, doe maar even een heel gek voorbeeld toen die, toen die elektrische fietsen hier uh, plotseling als waramborus verkocht werden, toen bleek toch ook dat de wetgeving, dan komt een politieman daar op die radio allerlei dingen zeggen, ja het is wel of geen bromfiets en het is, het voldoet niet aan het feit dat het, maar de snelheid de, ja, maar die valhellen moet dan wel, want die snelheid, god ik denk bij mezelf, wat is dit voor gek u weet wel, Ja? Meneer, als dat ding hoger is dan nou 30 kilometer, is het een motor, rijwiel, of wat dan ook, moet voldoen aan punt 1, een helm. Want als je met die snelheid valt, dan breek je je nek. Ja? Die helm is belangrijk. Zie je? Nee, want dan, die importeur, die heeft, dan, dan gaan die invoerrechten hoger worden. Als het als brownfiets wordt erkend binnen de wet, dan gaan die... Dat vertelt men niet, hè. Maar dat zijn die achtergronden, die belangen die op de achtergrond spelen. En, en dan, dan wordt het te duur, dan gaat dat ding niet verkopen. Nou, is ik maar, keer die pzakba. Ja, dus je hoopt het maar niet. Maar wetgeving moet juist dienen om ordening te brengen. Bij ons lijkt het alsof... Wetgeving dient om belangen te beschermen en om zaken in het duister te houden en niet recht toe, recht aan ja, te ordenen. Nou en dat was dus wat voor mij belangrijk is. Dus dat hele gehaal en getrek om OKB en BKO en AKB en FBO of BBK, dat kan mij geen ene koek schelen. Wat voor mij belangrijk is, mag het. Of mag het niet dat het OKB A, B of C doet of niet mag doen. Punt. En dan moeten we niet met allerlei gewriemel met wetten. Dan mag het wel volgens die wet. En dan mag het niet volgens die wet. Dan heb ik geen larie koek aan. Dat maakt het leven alleen moeilijker dan het al is. Ja. Dus, dus laten we... Ja, maar om dat te, 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 te ordenen... Dat is echt ook een moeilijkheid. En... Als die politiek erbij komt, is het helemaal het einde zoek. En dat moet ook. We moeten eisen dat dat niet mag gebeuren. Maar ja, we zijn ook politiek geïnvolveerd. Kijk, okay, die kwestie rond, het EBS, rond de EBS. Ja. <laughs> Ik weet het niet hoor. Er komt maar geen beslissing, geen oplossing. Dingen worden maar op de lange baan geschoven. Dan gaan we eerst wachten op het resultaat van de. Uh, uh, Middellings, weet ik veel. Daar komt komen. Daar, moeten we de, daar is die ene, ik ken geen sorry. Daar zegt die andere, ik heb het niet gedaan. Daar zegt die ene, je hebt me gespeus genoemd. Maar mijn goede hemel, wat is dat voor gesur? Dan is die ene in zijn ego diep aangetast, speelt de arrogantie, zijn excellentie, de arrogantie. Ja, op een dag val je toch op je. Ja, maar goed, intussen zitten wij als burgers te knijpen: van, gaat ze gegarandeerd met die stroomvoorziening? De apparatuur gaat eraan. Dan krijg je stroomschokken. Want mensen die het bedrijf runnen. zijn niet eigenlijk degene die het kunnen of moeten of deden. Dan gaat straks een probleem komen. als gasflessen niet worden gevuld of worden geleverd. Ja, men kan mooi komen daar op die energiebeurs. dat men nieuwe gasflessen van uh, uh, kunststof gaat introduceren. Mooi, die dingen zien er mooi uit. Maar is jouw bedrag mooi. Huh, huh. ja, ja, als je die oude gasbom, die gascilinder inlevert, die ijzer, krijg je 800 SRD terug. Ja, <laughs> je ja, goed, is mooi. En hoeveel kost die nieuwe? 4.000 of zo. <laughs> Stel, het moet iets in die buurt zijn. Dan ga je 4.000 min 800 is 3.200. Eén en met tang aan mijn gascilinder hoor. <laughs> Laat die mooie, het ziet er wel goed uit. Ja, dan zou ik zeggen, iedereen... Die op naam duidelijk registreert, want een heleboel mensen zijn niet geregistreerd. Iedereen die op naam registreert, ruilt de oude voor een nieuwe. Klaar. Daar doe je wat voor dit volk. En dan ben je niet bezig dit volk nog eens een keer uit te knijpen met een leuk dingetje. Ja, het is wel goed, het is enorm handig, het is licht, het is weet ik veel allemaal, maar het is duur. En die eerste keer mag je best ja, beste mensen, vooral bijvoorbeeld gezinnen of bejaarden thuis, bejaarden, mensen die wat ouder zijn, die die zware uh, gascilinders niet kunnen tillen zomaar, Biggie, zit de Kong, je mag naam, alles, moet je wel registreren. Je krijgt een speciaal nummer, ja, kan niet zomaar een uh, ruilen. Ja, dan lever je je oude gasbom in en je krijgt een nieuwe en vanaf daar moet je betalen. Maar die eerste hit geef je me gratis. Oude ruilen voor de nieuwe. Zo hebben we toch ook ons oud uh, paspoort gratis mogen ruilen voor de nieuwe. Anders zeggen: boy, ik doe je, jongens, bij doing. Bij een nieuwe gewoon, zoals normaal, had je die ogen gehouden. Dat is een Nederlands paspoort. Nou, dat, dat kon toen wel, maar goed, ook eens, andere dingen speelden misschien. Dus uh, ik vind het allemaal mooi en waar. Het is een ontwikkeling die we absoluut toeleugen... want die, die oude uh, gasflessen, mogen ik, ik ga zeggen gasbommen? Oké, <laughs> dit is eigenlijk een bom, maar goed. Ja. Die oude gasflessen, die dingen zijn vaak verroest. En onder de zee, knap, boom. Smaal liep daar zo krap in, tok, tok, als een vroegstoef onder de zee. Als je die, als je die, 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 die regulator erop zet, soms past dat ding niet meer. Dan, Dan in, tapu, gas in likkie. Dan je potwangstone in en tapu met gas wakken wat levensgevaarlijk is. Maar als je dat niet doet, legt gas terwijl je kookt. Dat is nog gevaarlijker. Dus, het wordt wel tijd dat we die oude troep... Nou, troep is het niet, sorry hoor. Maar die oude gascilinders uh, vervangen. Maar nogmaals, op deze manier zie ik het nog... ...in de komende vijf jaar niet echt een succes worden. Maar nou, we hopen dat men een beetje aandacht heeft voor ons. Oké. Okay. In ieder geval, um, dat waren toch die hot items van deze week. Laat me we zien hoor. Ja, inderdaad. We gaan um, zo meteen ook even kijken... Uh, een beetje ja, politiek is leuk, maar we hadden deze afgelopen week weer een uh, zoveelste immigratiedag. 151 zijn we intussen. Uh, dus misschien kan ik daar wat over vertellen. Wat, wat, wat data doorgeven van dingen die u misschien niet weet of niet zou denken dat het is gebeurd als gevolg van de immigratie. Uh, een beetje iets anders dan normaal. Thank you Correct in de Dutch, beste luisteraars, we hebben de afgelopen week, 5 juni, gevierd 151 jaar immigratie en de staatsimmigratie, uh, de historicus Hassan Khan zei, we moeten zeggen Hindustani, want zo riepen ze zichzelf, uh, en we mogen niet meer zeggen Hindustani, of we daar ook, ja, oké. Okay. Maar ik wist niet dat de heer Hazankan uh, van de Taalunie was, die komt voorschrijven welk woord en welke spelling we moeten gebruiken. Uh, zeer geëerd en gewaardeerd historicus, maar hij komt ons niet voorschrijven welk woord wel of niet en in welke spelling wel of niet gebruikt mag worden. Die uh, bevoegdheid heeft hij niet. Maar goed, dat was even een kleine die onder water hoor. Ik meester maar af en toe nou, om ik eigenlijk een vader. Uh, vanaf. 1853, uh, toen men door had dat de plantage-economie uh, in uh, vaarwater, moeilijk vaarwater zou komen, omdat andere landen om ons heen, de Engelsen al en de Fransen, hadden de slavernij afgeschaft. Yeah? Engeland is voor ons geweest. Uh, toen bleek dat de planters hier, plantagehouders, uh, al door hadden dat het eens al, al gauw ook hier zou gebeuren. Dus, u weet, we zijn altijd een plantage-economie geweest, Daar, daarmee zijn we begonnen, sinds we -be lobby ja, dat is de basis van dit land. Al hoeveel oil en gas en boil en gas en water, water down, en goud en alles, de basis van dit land, en dat zal altijd de basis blijven, is de landbouw-economie. Hoeveel men dat ook miskent of niet wil erkennen of neerkijkt erop, want de mensen in de modder ploeteren, dat is de basis van dit land en dat is de beste uh, economische uh, uh, grond die we hebben. Een hernieuwbare uh, economie. Maar goed, anderen vinden dat dat niet zo is. Oké, okay, goed. Dus vanaf 1853 begonnen planters uit te kijken en de overheid onder druk te zetten. Maar hey, ERNO, emancipatie ook oh ja, Mensen gaan van de plantages weggaan. Dus uh, ja, laten we naar vervanging al beginnen te kijken. Dus sinds 1853 begon men naar alternatieve werkkrachten voor de plantages te zoeken eerst Portugees ja en daarna Chinese immigranten die kwamen niet uit China hoor die kwamen uit Java <laughs> en dan vanaf 1863 kwamen dus ook immigranten vanuit het Caribisch gebied hierheen Barbados ja ja de band met Barbados is een van de oudste misschien de oudste band met een Caribisch eiland want vanuit Barbados kwam Lord Willoughby hierheen en probeerde Suriname ja, in zijn bezit te krijgen. Maar goed, daar zullen we een andere keer over praten. En er waren zelfs ook immigranten of arbeidsmigranten uit Madeira. Geen van die uh, immigraties was een succes. Nou, toen is men gaan kijken van hieruit naar de Engelse gebieden. Want daar was de slavernij al een tiental, twintig jaar aan de afgeschaft. En daar heeft men met dus contractanten uh, gewerkt die uit Brits-Indië kwamen. Die gingen naar Trinidad, Guyana, Jamaica. Landen waar je dus nog steeds nazaten hebt van Brits-Indische contractanten. En men zag van hieruit dat het, uh, het ging goed. Uh, de contractperiode in. Guyana duurde wel wat langer, tien jaar, want het waren Engels-Onderdanen onderling. Dus hoefde niet veel te veranderen of, of toestanden. En na hun contract bleven vier als vrije arbeiders hier uh, werken, of hier, dus in Guyana. En gingen dan uh, als vrije werkkrachten op de plantages werken. En daar begonnen al sinds... 1950, Something, 55, 58, begonnen al uh, vrije contractanten vanuit Guyana naar Nikeri over te steken. Om uh, als seizoenarbeiders te werken op de plantages in Nikeri. En ze kwamen dan uh, vanuit Springlands, zo heette dat toen, het is nu Coverton en zo. En dan uh, was de route die ze aflegden over de quarantaine. Is tot nu toe bekend als de backtrack. En die route ga je dus nooit eruit kunnen krijgen. Werd ik zo vaak geprobeerd. Verstop naar backtrack. <laughs> Gaat niet lukken, want het is de oudste route tussen Suriname en Guyana. Dat, dat haal je er niet uit. Je kan het liever, zoals men nu eindelijk tot bezinning is gekomen, je kan die route liever legaliseren. En faciliteren en beter controleren. Alle ere, ere, ere. <laughs> dus al voordat de eerste Industanen uit. India met de rook hier kwamen, waren er al Industanen, we zullen ze zo blijven noemen, meester Razan Ja, die kwamen dus vanuit uh, Nikeri, uh, uit Guyana als vrije contractanten werken, seizoenarbeiders in Nikeri. Die kamen toen naar Ja, en uh, veel bleven ook, want vaak kwamen deze ex-contractanten uit, uit, uit Guyana kwamen met vrouw en gezin over. En in Nikeri begonnen ze al heel vroeg te zien: hé, een Prins, ja, suiti. Hoe kan ja, Die Dutch government is, is, is not so very hè huh? like the English government. En ze bleven dan in Nikeri. Sommigen gingen nou weer. Je bent de dag van vandaag. Ga je ook niet eruit halen. Ja, oude dingen ga je niet weg kunnen halen. Die diep in het land verzonken. Er uh, zijn zelfs ook uh, Brits-Indische contractanten, uh, vrije uit Guyana, uh, zijn zelfs doorgetrokken naar Coronie. Ze hebben zelfs op uh, een paar plantages in Coroni uh, als vrije contractanten gewerkt, seizoenarbeiders. De plaats is nog steeds bekend bij o Koronianen als Kulisanti. Ja, uh, Dan maar direct een... een, 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 een Connecting the Dutch. Het woord couli wordt hier als scheldwoord gebruikt, dus idiote eigenschap die we hebben om woorden hier een andere betekenis te geven. Het woord voor geld is poen, terwijl hier het verkleinwoord ervan iets heel anders betekent. Maar goed, laat dat even. Dus het woord couli wordt in het Engels geschreven als C-W-O-L-E. I -I, Ie, e of I, weet ik niet. En dat betekent gewoon uh, arbeider. Lastarbeider, shower, havenarbeider, vooral. En je had dus in alle havensteden in het, uh, op Aziatische landen: had je dus de koelies. Ja, je had Chinese koelies, Javaanse koelies, coolies koelies, noem maar op. Is heel normaal dat het woord betekent arbeider. Het scheldt niemand uit. Niemand moet zich gekrenkt voelen. Ja? Ik weet het, ik me niet, anders ga je je dadelijk ook gekrenkt voelen als ik zeg gespeus, zoals iemand zich gekrenkt voelt. Ja of nee? Het woord koolie betekent gewoon arbeider. Dus um, de contracten die men later sloot werden ook traktaten genoemd, dat waren de traktaten ik wil niet zeggen dat het denigrerend te zeggen, o, arbeiderscontracten. Oké, okay, goed. Dus op een gegeven moment zag men dat die Indestaanse uh, contractanten, ex-contractanten uit Guyana, goed voldeden in een kering. En toen is men in de stad kreeg men dus die, die boodschap van hey, die zee eh, dat moet je voldoen. Ja? Dus je kan gebruiken de man is. Oké, okay, maar lastig soms. En zijn een beetje zuinig ook en noem maar op, maar dat moet je voldoen. En toen is men in de uh, stad gaan praten met de Engelse overheid vanuit Nederland. Engelse overheid, weet je, dat zijn twee landen die vroeger flink gevochten hebben. Ook, maar goed, oké, okay, niet geen belangen. En toen is men begonnen met de, uh, het sluiten van een contract. En werden dus toen op 5 juni 1873 kwam het eerste schip met contractanten uit Calcutta, ja, in het Bengale gebied, kwam dus in Suriname aan. De Lalaruk. Het schip was 1270 ton uh, in, in water zo. Het schip vertrok op 26 februari 1873 uit Calcutta, Brits-Indië toen. Brits-Indië hield in het huidige Pakistan, India en Bangladesh. En de reisduur was 14 weken. 14 weken waren ze onder een zeilschip. Hè? Uh, dus uh, je bent toch aardig. En, 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 de, uh, drie maanden en nog wat onderweg. Da vandaar dat dus de mensen aan boord. Uh, toch wel heel hecht met elkaar uh, contact kregen enzovoorts. Oké, okay. dat werden dan jahajis genoemd, bootgenoten, uh, uh, reisgenoten. De reisduur was dus veertien weken. Bij de Lalaroek -La zijn er dus onderweg uh, elf nee, uh, immigranten gestorven. Nul geboorte, want er zijn uh, 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 trips geweest waar ook aan boord uh, kinderen uh, ter wereld kwamen. En aangekomen zijn in Paramaribo 279 mannen en 70 vrouwen. Als ook 32 jongens en 18 meisjes die waren onder de 10 jaar. Kinderen van de mensen, want ze mochten niet alleen contract afsluiten. Oh nee, de Engelsen waren op dat punt streng. Ja, dus al die fabeltjes dat men zegt ze zijn ontvoerd of uh, uh, gedrogeerd, uh, aan boord gesmokkeld, dat is allemaal nonsens. Ik zal u dadelijk laten zien waarom. Nou, deze schieve verhouding tussen mannen en vrouwen, waarbij dus veel meer mannen hierheen kwamen dan vrouwen, is die hele contractperiode blijven bestaan. En leidde tot allerlei sociale en culturele problemen. Dat hebben de Chinese contractanten daarvoor ook gehad. Die kwamen alleen met mannen. En bijna allemaal hebben een Krielse vrouw genomen, concubine. En zo zijn vooral in coroni heel wat uh, Chinese nazaten ontstaan. Of met de Chinese naam, dan wel Oké, okay. in ieder geval, um, deze scheve verhouding bracht ook allerlei sociaal-culturele uh, 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 veranderingen, om het goed te zeggen. Want als er iets schaars is, kreeg dat iets meer waarde. Als je goud overal kon vinden op straat, zou die waarde direct dalen. Omdat het zo schaars is, heeft het een waarde. Noem maar iets, hè? diamant ook. Dus omdat vrouwen schaars waren tijdens de immigratieperiode, kregen ze een zekere, je kan zeggen, een zekere macht. Ja? Ze, ze, ze waren gewild. Want een man zonder vrouw, dat gaat een paar dagen, een paar weken wordt het een moeilijke zaak. In ieder geval, um, dat maakte dat bijvoorbeeld relaties tussen mannen en vrouwen uh, anders gingen. Je had vaker dat er tijdens de immigratieperiode één vrouw meerdere mannen had. Niet getrouwd zijn, maar ze liefde met meerdere mannen. In ja, daar, in daar, op de plantage. En dat bracht soms spanningen. Ze hadden meerdere huishoudingen, ze hadden harder werken, maar ze werden daar ook van meerdere kanten gesteund. Weet dat hebben we tot de dag van vandaag ook. Dat vrouwen dus uh, ondersteuning van mannen en dan daardoor zich kunnen handhaven. Want wat ze verdienden was ook niet bepaald om naar huis te schrijven. En in ieder geval, uh, dat hele gedoe met contract. Contractanten is niet zomaar. Het is ook zoals we zien met. Uh, wat nu met. Uh, de overheid hier aan de gang is met salarissen. Het is een hele weg die werd gevolgd. Ten eerste. Is het net als in de Engelse gebieden. Is het aanwerven van contractanten. Uh, een overheidsaangelegenheid. Gebleven. Dus de. Surinaamse overheid. Die ging contractanten bestellen. En. Hoeveel werden er besteld? Nou, dan moesten planters hun behoeften sturen aan het gouvernement. Hoeveel mensen ze nodig hadden, arbeiders over zo'n tijd. Ja. Ze moesten een borgsom betalen, waarbij dus gedeeltelijk gedekt werden terugkeerkosten. Dat, dat moest die planter betalen die die arbeiders in dienst wilde hebben voor vijf jaar. De gouverneur geeft dan de bestelling door aan de agent generaal in Suriname, Agi. En die agent-generaal maakte dan contact met de immigration agent, de immigratieagent in Calcutta. Dus die twee agenten deden het contact. En die immigratieagent in Calcutta, die moest zorgen voor dus de uh, ja, aanwerving. En. Uh, dat ging dan in een heel systeem. Die agent-generaal had dan subagenten in dienst. Die hadden een license, die hadden een vergunning. Maar deze subagenten hadden onder dienst wervers. Die hadden geen vergunning. Dus die subagent had wervers in dienst. En die, ging met, en die gingen met hun handlangers de, de polders in, de plattelanden in, om mensen te werven dus het was een heel systeem van zoals we ook kennen aannemers onderaannemers onder onderaannemers onder onder en het, je kan je voorstellen dat er allerlei dingen daarbij gebeurden want er werd betaald voor elke uh, contractant die werd aangeworven betaalde de overheid ...aan die subagenten een bepaald bedrag... ...en daarvan gingen we weer een deel naar die wervers... ...en daarna weer een deel naar die handlangers. Dus het was voor deze mensen... ...alles in zak om zoveel mogelijk mensen te lokken... Ja, ...om dus uh, te tekenen... ...al was het met een vingerafdruk. Oké. Okay, um, Arcadias waren dat, Oké. Okay. Uh, er waren ook vrouwelijke wervers... ...want net zoals ik al eerder opmerkte... ...en de bronnen staat het ook... Er was altijd een tekort aan vrouwen. Dus er waren ook vrouwelijke wervers die dan uh, dames gingen ronselen. Het mochten ook niet de oude, ook niet de jonge, want de wet daar, de Engelsen waren streng. Uh, je had niets aan vrouwen van 40, oh nee, die waren al voor die, leeft, voor die tijd al bejaard. Je had het liefst uh, vrouwen, jonge vrouwen tussen de 16, 17 en 26 jaar. En die waren moeilijk te vinden. Vaak werden ze dan weduwen of verstoten vrouwen. Of vrouwen die, dus door kastenverschillen en discriminatie. Uh, niet werden geaccepteerd. of aan de zelfkant van de samenleving waren. vaak uh, hun lichaam moesten verkopen. Dat die dachten: dat ga ik wel zo'n kans nemen. Ja, die schrijf niet in. Fugawan kondere maar moe verdienen. Oké. Okay. In ieder geval. Uh, blijkt dus toch wel steeds dat het aanwerven van vrouwen moeizaam ging. Maar als die mensen werden uh, gecontracteerd, of ze nou verleed werden, of uh, half dronken werden gevoerd, dat kan, dat zou wel gebeurd zijn, of met mooie woordjes en weet ik veel, werden ze eerst ondergebracht in een subdepot. Ja, een submagazijn, een ondermagazijn. In het gebied waar die mensen waren geworven. En dat gebeurde niet alleen voor de contractanten die naar Suriname gingen, maar zeer zeker ook voor die naar Guyana gingen, naar Trinidad gingen, naar uh, Jamaica gingen en noem maar op. Okay? En in dat subdepot, en nu komt het, werden ze, ondergingen ze hun eerste medische keuring. Natuurlijk. Die tijd, tegenwoordig ook, we hebben het gezien met COVID. Men was als dood zo bang dat er allerlei ziekten werden overgebracht vanuit daar naar hier. Of naar het Caribisch gebied dus. Ja? Dus in die subdepots werden de contractanten, ja, eh, ondergingen ze een eerste medische keuring door een districtsgeneesheer. Dat was hoe je een oppasser of maar op. Maar een beetje man die toch wel wat afwist. assistentgeneesheer. dat waren alle Engelse termen. Maar dat gaf al problemen, want uh, het waren meer mannen. Het waren alleen mannen. En dan moesten die dus ook de vrouwelijke contractanten onderzoeken. En ja, die moesten ontkleden en hun, hun, hun geslachtsdelen moesten worden gecheckt. Bij mannen was dat niet zo'n groot probleem, mannen onderling. Maar die vrouwen weigerden om zich te laten uh, onderzoeken door een mannen. Moesten ze ook uitkleden. Ik bedoel, dat, 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 dat staat niet. Dat doe je niet toch? En toen heeft men op allerlei manieren toch geprobeerd. Dit op te vangen. Het waren geen, er geen vrouwelijke uh, medische mensen, want dit is altijd toen nog steeds een beetje, maar vroeger zeker een mannenberoep. Ja? Maar goed, men heeft toen zelfs zover gedaan dat die agent-generaal daar, die immigratie-generaal daar, met die agent-generaal hier correspondeerde: van hier, nou, een aantal vrouwen die bij, onderzoek niet, maar onderzoek jullie En toen werden die vrouwen al hier gekomen direct. Uh, in het militair hospitaal, het, het Slaans hospitaal, werden ze onderzocht. Er zijn mensen die ik nog kunnen hebben naverteld, dat ze dan zagen hoe deze vrouw, maar ook mannen, op straat liepen vanuit het Goelie Depot. Waar nu dat beeld van Baap en Maai staat, dat over die Zonersdekse kreeg. Dat ze vandaar met de voet liepen naar het Slaanshospitaal nu, maar toen Militair hospitaal. En natuurlijk kreeg je allerlei dingen te horen, want die mensen zagen er natuurlijk een bepaald bekend uit. Moet ze maar helemaal niet bij hebben? Hoe de rest? Van de Werksaansoor, maar dat, is, weet je, dat kregen ze toen al nou dus te horen. Oké. Okay. Um, Vooral geslachtsziekten werden onderzocht, de aanwezigheid van geslachtsziekten. En um, in ieder geval, wat ook gebeurde in die subdepots, was dat elke immigrant, contractant, moest verklaren in het bijzijn uh, tegenover een Engelse uh, uh, ambtenaar moest verklaren dat hij of zij uit eigen wil dat contract was aangegaan. Dus als je achteraf voor dat mensen zeiden ja, ze hebben me in slaap gebracht, dat ze hebben me dronken gevoerd en toen ik wakker werd, was ik op dat schip. Klopt niet. Is een leugen. Sorry dat ik het zeg. Voor ouders wilden namelijk vaak niet vertellen om welke reden ze. Dat contract zijn aangegaan. Vele zijn gevlucht, anderen zijn voor de justitie. Ja. toch, <laughs> mensen ook hier vluchten voor de justitie, had je daar toen ook. Ja. Anders zijn dus ook om andere redenen. Uh, de mensen geld geleend, konden niet terugbetalen. Allemaal andere redenen. Dat hebben ze later niet willen vertellen. Maar goed, dus nadat dit was gedaan, alles geregistreerd. Ze kregen een nummer. Die nummers zijn ook gebleven tot hier in Suriname. Die hele oude groep mensen had nog een nummer van. BK, Bok Van Die, nummer zoveel, immigratiedepartement zoveel. De naam komt pas later. Nou. Daarna gingen ze van het subdepot, waar ze dus, India is een enorm groot land, ja, dus daar vooral in het noorden, het gebied ten zuiden van de Himalaya, eh, werden ze dan geronseld. Er was een probleem daar: het, arbeid, het overschot aan mensen, te weinig werk, opstandigheid. De Engelse overheid zat daar te knoeien met het hele systeem van landbouwhervormingen. Ja, dat, dat, dat waren de gebieden die men toen noemde de, de United Provincies. Ja, UP, United Provincies. En na de onafhankelijkheid werden die gebieden... Dus die naam UP bleef, de afkorting. Maar ze werden toen, uh, kregen andere betekenis, werd het Outer Pradesh genoemd. Maar de naam Outer Pradesh is gevormd vanuit UP. En dat betekende vroeger de United Provincies. En daar zijn bijna alle contractanten vandaan gekomen. Ook uit het Caribisch gebied die gegaan zijn. In ieder geval... Vanuit die subdepots gingen ze dan per trein, want jullie de Engelsen hebben een heel belangrijke bijdrage, eigenlijk de bijdrage geleverd, ja, in India om het spoorwegnet ja, te maken. En nog steeds, van de dag van vandaag is dat de. Grote uh, logistieke verbinding tussen al die deelstaten. De, 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 de treinstellen zijn soms een beetje verouderd en het moet hartig vernieuwd worden. Af en toe ontspoorden de hele treinen, mensen zitten op die wagon, zitten hemel hangen aan die ramen. Hey, verschrikkelijk. Er is een enorme behoefte. De Engelsen hebben dat wel goed gedaan toen. En met zulke treinen werden ze dan vervoerd naar het hoofddepot. In Calcutta. En daar werden ze weer gecheckt. En velen hadden, dat wil ik even vergeten te zeggen, ik zeg dat nu, ja. Een van die fabeltjes van die wervers om die contractanten te lokken. Vooral die was erbij. Werkloos, jonge mensen. We hebben hier ook die problemen nu. Het is een probleem van eeuwen. Het is niet pas vandaag hier voor het eerst. Dat ja? die jonge mensen vooral geen uitzicht hebben, toekomst. Visie. We hebben getrouwd, maar hebben geen eigen grond. We moeten hokken bij schoonouders. Ja? Vrouw wordt daar onder druk gezet door schoolmoeder. Dus. moet je het meestje hebt ja maar contract en dan uh, werd er ook gezegd van luister nou jullie gaan naar sernam sernam ha sernam jij daar jij sernam ja sernam ja? sernam sri ram oh sri ram jij ja, ha sri ram oh dat is het land van ram godheid dus ze dachten dus ze gingen naar het uh, uh, heilige plaats, naar het paradijselijk land sri ram sernam sernam nou, het, het is een paradijselijk land. Dat hebben de mensen die toen hier kwamen tijdens Willoughby, ja, de eerste uh, verkenners, die hebben gezegd ook, this country is very nice to live in, ja, de, de, de lucht is schoon, het water is schoon, je kan driemaal daags vlees eten, vis, uh, vogelten of uh, dier de bossen, en dat is toen in land de grootste promotie geweest dat planters hierheen kwamen. Ja. Maar goed, ook toen werden dus de contractanten gelokt om naar Sri Sri te gaan. En maar, vaak werden ze ook gezegd aan hun dat ze geen landbouwerswerk moesten doen, want het waren wel afkomstig uit landbouwersgezinnen, maar ze waren werkloos. Ze hadden geen verdere toekomst in de landbouw, alles was vol. Ja. Dus er werd gezegd van, je gaat in Suriname, je gaat in Suriname geen landbouwwerk doen. Oeh, dat teken ik, Hoeveel? zoveel, 60 cent per dag omgerekend, een mooi bedrag per dag rekening, de levenskosten onderhoud, als je zuinig was, was je 30 cent kwijt. Dus ook de helft ging weg aan kosten en WOEN. Dat is ook een van de grote verschillen tussen Connecting, de Dutch, tussen de periode van slavernij, dus leefegenschap, en de periode van contract contractanten moesten zelf voor hun uh, levensonderhoud uh, zorgen betalen uit hun inkomsten de slaven hadden geen inkomsten maar woonden op het terrein van de plantage, mochten planten, mochten eten vissen uit de uh, kanaaltjes en noem maar op, dus dat is ook een verschil maar goed de omstandigheden voor die contractanten, uh, eenmaal hier aangekomen, uh, waren zwaar en ik realiseerde me dat pas toen een geschriften tegenkwam. Uh, waarom? De meeste mensen uit Utrecht, toen United Provincies, die wonen in een gebied, je mag op de kaart kijken, dat eigenlijk valt onder de subtropen. Het is nog geen echt fully tropisch gebied, dat is meer naar het zuiden. Ja, ze vallen onder de subtropen. Ze kennen in dat gebied, ten zuiden van de Himalaya, kennen ze nog uh, lente, zomer, herfst en winter. Niet echt winters met pakken sneeuw, hoewel, het, het wordt daar aardig koud. En daarom vieren de mensen uit die gebieden ook de lente als begin van een nieuw seizoen. Het holyfeest is een lentefeest, maar dat kennen wij in de tropen niet. Dus daaruit blijkt dat de mensen die uit die gebieden afkomstig zijn, in hun cultuur al eeuwenlang de seizoenen kenden. Ja? Lente, zeker. Waar de bloemen beginnen te ontspruiten, de kleuren, pracht, de geuren van, van, van uh, ontleukende bloemen, ja, nectar. Ja, en dat daarbij het holifeest daarom met kleuren en geuren wordt uh, besprenkeld en zo. Ja. Anderen gingen zich baldadig te keren, smeten mensen de modder. want het zijn uh, mensen die een beetje dronken zijn. Oké, okay. in ieder geval, uh, de omstandigheden waren hier heel anders. Ja. Klimaat, vergis je niet. De mensen waren niet gewend aan het tropisch vochtig regenwoudklimaat. Ze kregen de, de behoorlijk veel last van allerlei toestanden, werden ziek, waren niet gevaccineerd, dat, 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 dat is bekend. Ja. Liepen ze ons malaria op, de ziekten op, tropische ziekten, noem maar op. Ja. Um, en ze gingen, vooral de eerste groepen gingen dus vooral aan allerlei tropische ziekten dood. De groep uit Guyana heeft hetzelfde meegemaakt. Als je de geschriften leest uit Guyana. zie je dat het, het sterftepercentage onder de eerste groepen van immigranten behoorlijk hoog was: 20%, 15%. Dat is veel. Ja. Maar degenen die daarna. Uh, uh, geboren werden en opgroeiden na hun contracttijd ouders uh, enzovoort, die waren beter bestand tegen het klimaat en de tropische ziekten. En van die groep kwam, rond 1860, kwamen al de eerste mensen naar Nigeria En die bleken goed bestand te zijn tegen het tropische klimaat. Dus men dacht de mensen die straks. Uit India rechts komen, zullen even goed bestand zijn tegen het tropisch klimaat. Het bleek helemaal niet zo te zijn. Na de eerste uh, scheepsladingen contractanten. Na de Lararoek kwamen er dat jaar nog geloof, vier andere ladingen, en het jaar daarop weer een drietal, viertal verschepingen. Maar toen bleek dat van de eerste lading de mensen bij grote groepen ziek werden, besmet raakten door allerlei tropische ziekten. En de omstandigheden waren op de plantages echt niet goed. De medische voorziening, pff, het is niet van vandaag misschien een probleem. Het was toen al een probleem. Ja, er waren niet genoeg artsen, districtsartsen, oppassers, ja, noem maar op, vroedvrouwen. Uh, het, het was niet best, buiten de stad zeker niet. En toen heeft de Engelse overheid na twee jaar immigratie uh, uh, besloten om... Te stoppen met de immigratie. Dus in een paar jaren, twee jaren tijd, ik zal straks even die jaartellen, werd uh, tussen 1875, dus in 1873, waren er in totaal vijf verschepingen, in 1874 drie verschepingen. En na die klachten over het hoogte de cijfer van die eerste uh, groepen, heeft Engeland toen besloten om dus die immigratie stop te zetten. En de immigratie is in 1875 en 1876 stopgezet. En de planten, die, die waren des duivels natuurlijk. En hebben de overheid dus verschrikkelijk onder druk gezet. En is het, nou, we moeten wel uh, 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 inkomsten werven en, en belasting betalen en exporteren. Maar kijk, onze arbeiders hebben geen goede voorzieningen. Dat is overheidszorg. Oh, dingen die van vandaag. Ja? En pas na 1880 kwamen er weer regelmatige scheepsladingen hier uh, heen. Pas toen de Surinaamse overheid duidelijke stappen had gezet met dus het verbeteren van de medische voorzieningen op de plantages, ja, uh, waarbij dus nogmaals onder druk van Engeland en onder druk van de planters hier, waarbij dus toen de overheid hier is gestart met een opleiding voor uh, plattelandsartsen, ja. Het is later uitgegroeid door de geneeskundige school. De zeer gezaghebbende uh, geneeskundige school, waar hele grote doktoren uit zijn voortgekomen. En die geneeskundige school is later omgezet in de medisch, medische faculteit Suriname, het MWI. Dus er is een oude traditie ontstaan, dus door dit probleem. met Slechte voorzieningen, ook de huisvesting was verschrikkelijk, de sanitaire voorzieningen, het, 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 het rioolwater, ach, dat was verschrikkelijk. Maar goed, dat is dus uh, snel opgelost, nou snel, het heeft een aantal jaren geduurd. Oké, okay. in ieder geval in die periode, nou ik hoop niet dat ik te lang aan uw hoofd blijf babbelen over dit, maar ik dacht een beetje historisch toch wel leuk, ja, dingen die je misschien niet wist, dat dus... Al tijdens die immigratieperiode bleef dus dat tekort aan vrouwen, meisjes, bestaan. Zodat al heel vroeg ouders. Dus dat was vooral van de groep uh, immigranten die hier bleef na hun contract. Want er zijn vele weer teruggegaan, maar vele zijn ook gebleven. Vooral toen ze hier een, een stukje grond kregen als ze bleven. En uh, daardoor kregen dat vele ouders al heel vroeg voor hun zoon, of zoenen zochten naar uh, meisjes, waar dat ook, hoe dat ook. En als er dan uh, families waren waar er wat meisjes waren, jonge meisjes waren, werden die al heel vroeg ja, bestemd. Ja, gekocht is misschien een beetje te, te plat gezegd. Maar ze werden al verloofd of bestemd. Ja, men zegt ze trouwden. Maar het is, het is ook weer niet helemaal waar. Het, het, denken we aan met elkaar naar bed gaan en zo. Nee, dat was het niet. Ze werden dus bestemd van. Uh, Ieder Ja, een En dan werden dan een contractje gemaakt, een overeenkomst. Er werd al een bruidschat betaald. Ja. Omgekeerd. Normaal is het dat. Het meisje, de familie van het meisje, betaalt de breutschat. Aan de jongensfamilie. Daarom zijn jongens <laughs> eerder gewild. Als je vijf meisjes hebt. Dan moet je vijf maal bruidsgat betalen. Als ze gaan trouwen. Ja? Maar in die, in die periode was je juist geziekend Als je vijf meisjes had. Wanneer je is. Ik ben wel een om het zo te zeggen. En het is een aantal keren gebeurd. Dat men misschien uit onwetendheid. Misschien bewust. <laughs> Zo'n meisje meerdere keren heeft. Verkocht, om het zo te zeggen. Heeft verloofd met een jongen. Dus op een gegeven moment bleek. Zoals je nu ook ziet met gronden. die meerdere keren zijn uitgegeven, dezelfde grond. Zo bleek op een, een aantal gevallen. dat bepaalde meisjes. Voor meerdere keren zijn bestemd en meerdere keren is er geld ontvangen, bruidschat ontvangen. Dus dat bracht een hoop problemen, ruzie is af. En dus niet moeilijk naar pisa, Ja, fijn dat je nog kiesmeisje hebt. Dat was een probleem. Maar goed, in ieder geval, dat gaf dus een heel andere sociale situatie. En uh, ik zei u al, de sociale uh, uh, toestanden onderling bij de volwassenen waren niet best. Tekort aan vrouwen, spanningen, zelfmoorden, vooral onder mannen. Ja, maar ook moorden op vrouwen uit, uit jaloezie, of noem maar op. Dat is dus niet best geweest. Maar goed, aan de andere kant is bekend het spaargedrag van vooral zeker de Hindustaanse vrouwen. Uh, de mannen ook, maar die vrouwen zeker. Die spaarden elke cent. en Ze waren met weinig tevreden. Ze droegen doorgaans niet bepaald steeds nieuwe kleding. Oh nee, uh, liepen blootsvoets. En alleen bij feesten uh, kwam wat nieuwe kleding tevoorschijn. Of huurden ze die bij winkels in de stad. Ja. En uh, ze werden aan de ene kant geprezen om hun zuinigheid. Maar aan de andere kant werden ze ook bekritiseerd om diezelfde zuinigheid. Vooral als die meer neigde naar gierigheid. En ja, dat verschil, die scheiding maken gaat soms een beetje lastig. Oké. Okay. Um, vaak is ook gebleken dat zij hun spaarzaam oh, verzameld geld omzetten in juwelen. Zilveren en gouden sieraden werden gekocht. En die moesten dan goed bewaard worden. Want de opvoering, wat denk je, toen al, zeer zeker binnen de plantages. Oké. Okay. En soms werden die begraven onder de grond of zo. En uit de koloniale verslagen blijkt dat er inderdaad flink werd gespaard. Maar men zat met dat geld, je kon er niet thuis houden. Waren barakken, iedereen liep in en uit in metaal of zo. De Deur hadden geen sloten, gewoon gordijn hing. Ja, dus dat geld moest steeds meer gehouden worden. En wat deden vele van die immigranten? Uh, Vooral die vrouwen, of die mannen. Dat geld dat ze hadden gespaard, gingen ze bij dus de. Uh, secretaris van de plantage, ja, die, 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 die man die daar boekhouder was, daar gingen ze dat geld uh, ja, stort, om het te zeggen. Huh? Er werd een aantekening gemaakt: Ja, jij bent zo, Baboudi heeft dat gedaan, ja, Nepal Singh heeft dat gedaan, heeft Sofie gezet, Jaram heeft Soufi gezet. Nou, en dat werd dan daar belegd of gezet bij die secretaris. Maar op een gegeven moment, Amaratme. Met de money. Die man zegt van wat moet ik met al dat geld, het is een risico, het is een, is een, is een verantwoordelijkheid, ik ben daar eigenlijk niet voor. Ja? Toen heeft hij dus, uh, steeds meerdere van die secretarissen, hebben druk uitgeoefend op de overheid in de stad. Van luister nou, sturen jullie een, 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 iemand om dat geld te komen halen of een bank uh, op te richten of, of weet ik veel, ja. Want, want we zitten hier met geld, die mensen sparen en, en, en ik weet niet wat we daarmee moeten doen. Toen is dus besloten om dus, um, een spaarbank op te richten. Het was onder druk van deze mensen, die dus geld gingen sparen bij de secretarissen, uh, boekhouders op de plantages, die dus dan dit geld dus bij zulke figuren konden storten. Dus, eenmaal per week kwam er zo iemand uit de stad met de geldtrommel. En tussen een paar uurtjes werd het geld dan gestort bij deze man. En kreeg rente nog erbij. Ja, de man loopt zo toch. De niet loopt rente toch. Isabi toch. Maar goed, in ieder geval, um, zo kreeg je dus dat er behoorlijk geld gespaard werd. Of werd omgezet in sieraden. En als de, vooral die eerste groepen na hun contract teruggingen naar India. Hadden ah, ze aardig wat uh, uh, bezit meegenomen? Namen ze mee. E, e, in de archieven staat dat bijvoorbeeld uh, een van de groepen die terugkeerde, totaal 220 mensen, keerden terug na vijf jaar contract. Die bracht in totaal, ze moesten opgeven namelijk wat ze meebrachten. Die bracht in totaal 44.000 harde guldens mee. Die hadden ze gelicht van hun rekeningen. Die ze bij de. wat later geworden is Postpaarbank. Maar het was de, de. Bank dan, toen bestond. De koloniale Postpaarbank. Ja? 44.000 gulden hadden ze gelicht. Totaal. En dat namen ze mee. Werd omgezet in pound sterling. Dat was bijvoorbeeld. gemiddeld 200 harde gulden per persoon. Dat is veel. En dan met het karegloof. van hoeveel cent per uur. <laughs> Boei. <laughs> maar goed, ze waren het gewend, want ook in de Aziatische landen is er eeuwenlang over, grote bevolking, dus je moest daar echt een beetje pingelen met het geld. Wilde je overleven, vandaar dat voorhoofd de man sluit de contract voor Gomekwam Chimonidja in het Caribisch gebied. En toen het goed ging, bleven ze toch? Oké. Okay. Ook werd er tijdens die contractperiode veel geld overgemaakt van hieruit naar familie, vrienden, ouders, echtgenoot, sommigen stuurden naar hun vrouw daar. Ja, werd er dus geld overgemaakt, dat werden remises genoemd. Wat ook is gebleken uit de archieven, is dat als zo'n contractante, vrouw vooral, overleed dan liet ze haar uh, sieraden en zo achter. Het werd dan uh, naar familie uh, in India gestuurd of naar NASA hier afgedragen. En als je ziet wat er dus in de archieven staat dat in het slaans hospitaal, toen militair hospitaal, waar de mensen dus werden afgelegd en zo. Daar werden dus zilveren armbanden gouden en zilveren armbanden, hoofdsieraden, neusringen, piercing, wat men nu noemt piercing, maar ja, oorbellen, kettingen, voetboeien, dus die dikke die dikke boei, dat je ook kan je pols hebt, polsboeien, munten hadden ze veel, vingerringen, en dat is maar een beetje, dat is maar een beetje zit jongen, ja. En, ja en, en ook hadden veel van die immigranten uh, de kans om grond hier uh, te krijgen van de overheid als ze bleven. En daarna kochten ze nog meer uh, bezit uh, daarna. Dus ze breidden hun grondbezit uit. Vandaar dat veel families toen al behoorlijke... Grote gronden uh, hadden verworven. Ja, ze hadden het niet door corruptie gehad, maar keihard door hectare voor hectare uh, te bewerken. En als de districtcommissaris zag: van, Je hebt al wat je hebt goed bewerkt en beplant, en je vroeg dan. Nog een hectare aan, dan krijg je dat toegewezen van de overheid. En niet zoals nu, je vraagt aan, je krijgt en je gaat speculeren en het blijft in bosgaasje. Dat kan niet. De grond moet terug naar de overheid. Maar goed, ga dat doen. Ik ben benieuwd welke nieuwe president of president dat bereid is om uit te voeren. Ja? Niet bewerkte gronden en panden en, en, en verlaten huizen, ja? alles het boedel terugbrengen in de boezem van de staat. Klaar. Niet omdat het boedel is, mag het daar blijven staan en in brand gaan of weet ik wat. Oké, okay. in ieder geval, um, so, zo kreeg je op een gegeven moment ook, dat hebben we ook uit de archieven kunnen halen. Ik zal u ook straks zeggen uit welk boek ik dit ook heb gehaald. Ja, kreeg je dat op een gegeven moment de immigranten ook een wettig huwelijk konden aangaan. Dus, dus bij wet konden trouwen, dus niet meer alleen op zijn Hindoestaans, want dat was niet gewettigd. Dat kon, dat mag je, traditioneel huwelijk. Maar de kinderen uit zo'n niet wettig huwelijk konden niet worden gewettigd. Dat waren eigenlijk onwettige kinderen. En als die straks dan groter werden en hier bleven en naar school moesten en zelf te gaan trouwen, dat probleem ook nog. Dus toen, eh, de overheid zag deze sociale problemen. In wording en zei van ja, moet ik dit maar getrogen. Ze schreef die mogelijkheid aan ze. Dus vanaf 1878 konden dus de immigranten die hier bleven, konden trouwen. Wettig bij wet. De eerste, het eerste jaar waren er vier huwelijken. Ja? En tussen 1878 en 1882. Ja, ...steeg dat aantal naar 165 en dat werd steeds meer tussen 1913 en 16, ja, verder naar 200 enzovoorts. Waardoor al die kinderen uit deze eerst niet-wettige huwelijken, die werden ook gewettigd. Dus de kinderen werden gelegaliseerd om het zo te zeggen. En dat bracht ook met zich mee dat de kinderen konden erven van het bezit van hun ouders... Ja, dus, dus het werd dus doorgegeven wat die ouders hadden aan grond en noem maar op. Oké, okay? dus uh, <laughs> een leuke is deze, heb ik ook uit dat boek gehaald. Ja, uh, op één bepaalde dag, nee, normaal was een, het sluiten van een huwelijk 25 gulden. Hé, hey, dat is toch een behoorlijk bedrag in een tijd dat het uurloon uh, uh, 60 cent is. <laughs> 25 gulden. Om een huwelijk te sluiten. Maar er was één dag in de week dat het uh, uh, eigenlijk niet kosteloos, maar het werd gezegd kosteloos, dat was het 10 gulden. dat gaat niet, dat is een beetje bang. Dan gaan we koppelen wat erop. Maar dan was het 15 gulden goedkoper. Nou, eerlijk gezegd, ja bedoel, kijk hoeveel 25 gulden nu waard zou zijn. Je mag het best nog 100 maal erachter zetten. Maar goed, oké. Okay. Een ander ding was ook bijvoorbeeld, ja, het is eigenlijk veel, ik moet een hele keer hierover, maar goed, oké. Okay. In ieder geval, um, de contractanten mochten ook op hun uh, religieuze feestdagen uh, vrij afhebben van uh, werkzaamheden. En voor de hindoes waren daar 23 vrije dagen en voor de moslims 8. Ja, en dan waren ze vrijgesteld van werk om hun geloof te beleiden. De, de PG maakte wel de opmerking vanuit de stad van hey, uh, zijn te veel feestdagen voor die mensen. Ze <laughs> zag toen al <laughs> werden er opmerkingen gemaakt over vele en feest, uh, andere feestdagen. Het zijn bepaalde zijn na Orotein zand na konen routine. Maar goed, in ieder geval de DC antwoordde toen aan de PG in de stad. van... luister uh, uh, PG, maak je geen zorgen. Er zijn wel 23 feestdagen per dag en dan komt nog zondag zondagen erbij. Maar van die 23 feestdagen worden oh, velen niet, uh, velen gaan toch werken. Wat ze missen anders, één dagloon. Dus, <laughs> vele van die feestdagen werden niet gefeest. Behalve natuurlijk die hoogtijdagen als Olipagua En het uh, Tajafeest uh, ook. Waarbij vaak gevochten werd dat op een gegeven moment. De ma stopt naar het Tajafeest. Want uh, ploegen van plantages 1 en plantage 2. De ma overing aan Want daar werd er een heel ding gemaakt. Een, een, een torentje van allerlei dingen. De, de toegroep, met maar naar broko En wat was er ook? Um, er werd dus tijdens die feestdagen, olie en noem maar op, werd er dus flink gedanst, gezongen. Precies als tijdens de slavernijperiode, waarbij de slaven ook op de plantages, achterop dan wel. Flink hun feesten vieren dat de plantage of de vis Wat doen ze daar allemaal? Gaan ze straks in die plantage overvallen? Nee, maar laat die mensen feesten. Maar die, die contractanten die hadden hetzelfde. Dus maar, hey, dansie, hey, njang, eh? <laughs> ja, dat is maar Dansi, Njang. precies. <laughs> ik heb niets gezegd hoor. Maar wat bleek ook? Ze dronken ook hun rum. Wat dacht je? Waar hadden ze rum vandaan? Ze stookte zelf hun rum. <laughs> Ze werkte toch op suikerrietplantages vooral ja Rietkappers, suikerrietkappers. Ja, dus die mannen gingen regelmatig met de hoeveelheid melassen. Voerwapens ja. met melassen, melasse En dan gingen ze die melassen stoken achterop. Ja, niemand mocht het weten, want het is illegaal. Als koe, toen kreeg je de gevangenisstraf voor. Dan gingen ze die, die melasse illegaal stoken achterop in de koeienstal of zo. Dat zijn gevallen bekend dat er Kietel zouden. Want u weet, als je, als, je, als, je, als je alcohol gaat stoken, moet je een goede ketel hebben met een bepaald aantal windingen, dat die alcohol dan terug uh, destilleert. Uh, en als je dat niet goed doet, ga maar mijn zoet mijn bos BOUW! Het <laughs> is niet om te lachen, maar uh, <laughs> het is gebeurd. Ja? En dan dronken ze hun eigen alcohol. En dat was vaak niet goed gestookt, dus het is een beetje giftig. En er zijn genoeg gevallen bekend dat. Maar het flink, maar dan kregen ze last van hun ogen. Tot de dag van vandaag heb je dat ook in India. Uh, uh, zelfgestookte alcohol wordt verkocht. Vaak vergiftigd daardoor omdat het niet goed gereinigd is. Het is ruw gestookt. Zeer gevaarlijk. Gebeurde toen ook tijdens de contractperiode. Maar goed, tot slot. Uh, in 1873. Werd er dus, even kijken, uh, die, die, tijdens de immigratieperiode zijn er een aantal keren uh, jaren geweest dat er geen uh, afwaarte binnenkomsten waren. Uh, Eén keer in het ene jaar was er een. Een pestepidemie uitgebroken in Calcutta. Ja, twee jaar zijn er geen afvaarten geweest, want niemand mocht het land daaruit. Charapest Pesca, die nee. Andere keer uh, is er een heel jaar geen uh, aanvoer geweest, want er was geen vraag vanuit de plantages, omdat die bakovenziekte was, had alle bakoven aangetast. En de hele aanplant moest omver gehakt worden. Dat is laatst weer zoiets aan de gang. Het gebeurt regelmatig dat die bakovencultuur een een, een, een ziekte, een schimmel krijgt. En dan moet de hele zaak kapot worden, omgekapt worden. zodat die schimmel zich niet verder kan verspreiden. Um, in 1914 uh, liep het een beetje fout in Europa, zoals het nu ook weer helaas weer fout loopt. Uh, de, tweede, de Eerste Wereldoorlog brak uit. En in 1915 uh, verkondigde Duitsland. De onbeperkte duikbotenoorlog. Ja, ze, ze waren heel goed met hun duikboten. zie die dingen ziet, nu achteraf doetskisten. Maar daarmee hebben ze dus schepen getorpedeerd in de o, o, internationale wateren. Waaronder ook een Amerikaans uh, passagiersschip waar soldaten aan boord waren. Ik dacht dat het was de Louisiana. Nou, toen werden alle scheepvaarders uh, schrokken zich een hoedje. En, uh, Niemand wilde meer uh, schepen verzekeren ook. Dus er konden geen afvaarten vanuit Calcutta naar Suriname komen met mensen aan boord. In de Kakaas. Dat was een Duitse U-boot torpedeerden, boten onder opasie, alha de Dus toen stopte dus in 1916 uh, uh, dus de aanvoer van uh, Hindustaanse immigranten naar Suriname en denk ook naar het Caribisch gebied. Het laatste schip, en heeft het steeds over het eerste schip de Lalarek, maar het laatste schip dat hier kwam, dat was de Dewa. De Dewa die had 171 mannen en 80 vrouwen aan boord. En dat was de laatste zending van uh, instaans immigranten en na de Eerste Wereldoorlog. Uh, Vele zijn toen hier gebleven die niet hadden willen blijven naar hun contract, maar door de oorlogssituaties zijn ze moeten blijven. En daarna is men na een tijdje toch weer begonnen met immigratie, maar nu vanuit ook in India ging het niet meer. Uh, in India kwam namelijk de nationalistische beweging. Toen ook onder leiding later van Mahatma Gandhi kwam op en die verbood of die voerde actie tegen het uh, uh, wegzenden van landgenoten over zee. Ja, dus door de nationalistische beweging uh, stopte dat ook. India heeft daar een hele behoorlijke uh, toestand mee gemaakt, een bijna burgeroorlog. Dus uh, hmm. in ieder geval. Uh, dat stopte dus toen. En toen heeft Nederland besloten om dan maar vanuit haar eigen kolonie. Het lag wel iets verder weg, heeft Nederland besloten om vanuit haar eigen kolonie immigranten hierheen te halen in de jaren 30 en 20 jaar. Dat was uit Java, uit Indonesië. Toen zijn dus de laatste grote groepen immigranten hierheen gekomen. Oké, okay. ik heb de info van deze lange babbel. Ik hoop dat u er wat aan hebt gehad. Ik dacht van het is toch wel, misschien zeggen sommigen, oh, het is te lang, je weet niet, dat historie. Maar ik denk dat het nodig is, los van al die politieke praatjes die onze hoofd vullen waar we niets uit leren, kunnen we hier toch wel iets leren van een van de belangrijkste etnische groepen in ons land. Ik zeg niet de belangrijkste, we zijn allemaal even belangrijk. Net zoals elke vinger aan je hand, al is eentje klein en die andere sterk en groot. Laat die ene in de deur komen, die pink, ga je zien of je hele hand wel niet goed werkt weer voor een paar dagen. We hopen dat niemand toe. Nou, de info uit dit stuk heb ik gehaald uit het boek van Tanja Sitaram. En het boek is getiteld Hindoestaanse contractarbeidsters. Het was daar afstudeer thesis. Het uh, is in boekvorm uitgebracht. En dat geeft de impressie over hun leven tussen 1873 en 1921. Mooi wat je hieruit haalt. al die Nou ja, ik, ik moet het zelf lezen. De tijd is namelijk al bijna zo wat verstreken. Um, het boek is in. 2022 uitgegeven door de Nationale Stichting Hindoestaanse Immigratie, meer bekend als LALARUK. Tanja Sitaram, dus de auteur van dit boek, is momenteel directeur van de universiteitsbibliotheek. En ik zie, ze doet het daar heel goed, want ze is de right woman on the right place. Nou, dat was dan over die Hindoestaanse immigratie. U luistert nog steeds naar Connecting the Dots met Rappa. Connecting the Dots. Luisteraars. Uh, we zijn zo een beetje gekomen aan het einde van uh, deze aflevering. Ik wil u nog tot slot wijzen op een heel goed artikel van Hans Breveld op Star News. Waarin dus de kwestie uh, rond OKB enzovoorts en die verkiezings, uh, de vroege verkiezingscampagne wordt besproken. Uh, heel mooi. Alleen heeft meneer uh, Broeder Brevel mij nog steeds niet kunnen vertellen waarom tenminste twee partijen zo vroeg met hun verkiezingspropaganda zijn begonnen. Hij geeft wel goed aan wat de uh, consequenties zijn en de nadelen daarvan zijn, maar ik heb nog steeds niet het antwoord gehad. Op waarom zijn ze zo vroeg begonnen? Ja, ik heb het antwoord, maar ik zal het hier niet zeggen, want de tijd is zo om. Um, we hebben de afgelopen week, als we de krant doorlezen, dat in uh, Bordeaux vreest voor zijn leven bij uitlevering aan Suriname. Oh, we een vreesje voor hun leven. En er hebben ook voor hun leven gevreesd, die zijn om het leven gebracht. Uh, volgens uh, de aanklacht tegen deze meneer, uh, een vliegtuig moeten begraven met een uh, pokleen, en degene die dat heeft gedaan, leeft daar niet meer als getuige. Uh, maar ja, het bewijs moet nog geleverd worden, of is het dan geleverd? We zullen zien. Dan laat hij komen om het bewijs te leveren, anders gaat het zijn eigen leven leiden. Yeah? Dus uh, we zullen zien wat dat uitmaakt. En. Um, Meneer uh, Iwan Braven heeft in zijn kolom van afgelopen week in de Ware Tijd uh, <laughs> een beetje de draak gestoken met de uitspraak van de VP, maar in de hoedanigheid als voorzitter van de partij, waar die meneer Bordeaux ondervoorzitter van is, en hij de, de, de voorzitter van die partij vond dat er een brief moest worden of zij geschreven aan de heer Bordeaux dat hij zich netjes moest aanmelden dan maakt hij braaf om mee voorbeeld van de brief, dan maakt dat zeer uh, hooggeachte heer Bordeaux zo schrijft het zo, zo het OM aan de heer Bordeaux Moeten hebben geschreven. Om hem te laten aan, aan te melden. Johan braven en model. Ja, zeer hoog geachte heer Bordeaux. Indien u het schikt. ...zou u zich ergens tussen uw drukke agenda door willen melden bij de afdeling Kapitale Delicten. Bij voorbaat onze oprechte verontschuldigingen voor het eventuele ongerief dat het met zich meebrengt... ...wat geenstens onze bedoeling is. Overigens, u wordt verdacht van doodslag... ...deelneming aan een criminele organisatie... ...en overtreding van de drugs- en witwaswetten... ...maar, dat is even terzijde... ...met de hoogste hoogachting... ...de justitiële autoriteiten. Nou, het is toch belachelijk dat iemand... ...uit politieke overwegingen zegt... ...dat je een, nou ja... Nou, maar niet zeggen hoor... ...een land waar men criminelen als, uh, nou... Tot slot... Het grote nieuws was ook dat uh, mevrouw Jenny Geeling Simons zich kandidaat heeft gesteld voor het voorzitterschap van de NDP. Want uh, <laughs> misschien ook dankzij de beetje strenge toepassing van regels. Dadelijk bij het Centraal Hoofdstembureau moet de voorzitter van de partij tekenen wie er dus en wat er enzovoorts. En Als je geen voorzitter hebt of hij is niet te vinden of hij is weg, ja, dan wie gaat tekenen. Dus, Aangespoord daardoor zullen er verkiezingen komen binnen de tweede grootste partij in Suriname. Ja, sowieso. Ja, samen met de VHP, twee grootste partijen, kun je niet ontkennen. Het is nog eenmaal een feit. Het is geen reclame, het is zo. Ja. En dan zal die partij dus op korte termijn verkiezingen moeten houden. En uh, ik heb tot nu toe geen uh, negatieve reacties op dit uh, voorstel, of noem maar op, van mevrouw Jenny, kandidatuur van mevrouw Jenny Gerling-Simons gehoord. Integendeel, je hoort vele mensen zeggen: hm, dat is goed man. Ja, eindelijk iets nieuws onder de zon. Ja. Of het gaat helpen, zullen we zien. Maar. Uh, Anders zeggen ja, maar dan gaat die andere kant, moet ook een vrolijke uh, uh, kandidaat naar voren schuiven. Mevrouw Matura was goed. Misschien uh, zullen vrouwen het beter doen. Ja, Eén als president, ander als VP. Oh, dat. ik denk dat geen van beiden een strafblad heeft of met criminele organisaties bezig is. Ja? Uh, maar goed, uh, het is toch wel beter. Dus uh, eigenlijk uh, zouden we daaruit uh, bij de vrouwen een hoge functie van staat moeten krijgen. Wie de president zal worden, vicepresident, weten we niet. Maar het geknoeien met allerlei figuren, alleen maar net als bij wetten, belangen te beschermen terwijl het nationale belang maar niet beschermd wordt. Wij als burgers bleven maar de onbeschermden die alleen maar op die ene dag van de verkiezing een beetje het recht hebben om wat te doen. En daarna vergeet men ons weer vijf uh, jaar lang. Nou ja, men vergeet ons niet. Maar we moeten wachten, want dan gaat men zijn eigen zaakjes regelen. Alles is gericht dus op nu die hap: om oil en gas die gaat vloeien. Hè? En nog steeds is men niet. Vertelt, geen enkele partij heeft verteld, hoe de inkomsten uit die olie en gas zullen worden vastgelegd in fondsen waar heftige en dieftige politieke figuren niet aan kunnen komen. Dus het moet niet hier gestort worden bij de centrale bank, want u weet zelf in de afgelopen periode. wat daar allemaal voor kippendieven zijn geweest en grote dieven. Ja, het geld moet ergens op buitenlandse banken. Ik had u dat voorbeeld genoemd in het verleden. van de meer opbrengst natuurlijke hulpbronnen. toch de maar plunderhammonie. Ik bedoel, wat voor mentaliteit hebben we in dit land? Ja, fondsen plunderen, pensioenfondsen zijn geplunderd. Allerlei. dat is toch niet goed? Goed, man, hoe komen we deze bekakte, ondermaatse mentaliteit? Fondsen voor de toekomst, voor de kinderen, de kleinkinderen, de oudjes... gaan we plunderen om onze hebzucht in het heden te bevredigen? Je bent toch immens als je zoiets doet. Wat voor moraal heb je? Ach kom, ik praat over het moraal. Mensen kijken aan die man aan. Snelle hap maken om snel direct te worden. En snel dan. Nou ja, laat maar hoor. Ze zullen het geluk maar meenemen naar boven als het zo ver komt. In ieder geval, luisteraars, dat was het dan voor deze zondag. Um, we hebben u. Hopelijk niet te veel het hoofd gevuld met wat historische informatie. Ja, maar het mocht er toch wel even bij, vooral dingen die u misschien niet wist. We leven met elkaar samen in dit land. En dat we tegen elkaar steeds worden opgehitst door politici, dat is zeer laag bij de grond. Ja? Je kan een gezin niet opbouwen door kinderen binnen dat gezin tegen elkaar op te zetten. Broer tegen zus, zus tegen broer, verdeel en heers daardoor te spelen. Wees een goed huisvader en een goed huismoeder en zet je kinderen niet tegen elkaar op, doe je het alleen maar omdat je daaruit de macht over hun krijgt. Ah -ah. Die mentaliteit gebeurt nu in dit land. Wederom met de komende verkiezingen in het vooruitzicht. Laten wij als burgers ons niet laten meeslepen door dit laag bij de grondse, etnisch opgejutte tegen elkaar. Unas en Namang. Ja, natuurlijk hebben we onze dingen. Natuurlijk moeten we af en toe ook de waarheid tegen elkaar durven te zeggen. En zijn we af en toe in de clinch met elkaar. Maar Oedewang, het is het enige land ter wereld waar we zonder tolk tegen elkaar kunnen praten. Waar we zonder vriendelingen, paspoorten en weet ik wat, of asielzoekers zijn. Nee. Dat moeten we zo houden. Nee, niet alleen houden. We moeten het verbeteren. Want soms voel ik me een beetje als oren. Een soort asielzoeker. Als ik kijk hoe anderen misbruik maken van de rijkdommen van dit land. En die zichzelf daar zo geweldig huh? Huh? Surinamers noemen. Huh? No boy. Aboem, luisteraars. Namens Lim FM zeg ik u een prettige, gezegende voortzetting van deze zondag. Tot de volgende week. Dit was Rappa namens LIM-FM op 9391.7. Doei! Connecting, the dots. Connecting, Connecting the, dots. the dots Elke zondag om 1 uur op LIM-FM Lim Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim op Lim Lim Connecting the Dots Kritisch, opbouwen, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim.